Goedemiddag, we zijn in het kantoor van de minister. Je zou bijna kunnen zeggen de populairste minister van het kabinet, minister Noor Mohammed. We gaan met hem praten over de situatie van Samuel Kuik. We komen net vandaar, u heeft de beelden gezien. Meneer Samuel Kuik is niet te spreken over het feit dat mensen van OWI bij hem zijn gegaan. Ben ik goed? Is het goed? Oh, mijn mic is niet aan. Oké. Okay. Oh jee. En de mijne? Yes. Mijn verontschuldiging. Welkom, er is een live uitzending vanuit het kantoor van minister Noor Mohammed. Ik zei het al, je zou bijna kunnen zeggen de populairste minister van het kabinet. We komen van Samuel Kuik. Samuel Kuik is een ondernemer, hij is bezig in de kippensector zou je kunnen zeggen. Hij is niet te spreken over het feit dat mensen van OW bij hem zijn gegaan. En natuurlijk vragen ze naar een vergunning, want hij is bezig met de bouwsel voor kippen. Hè. Hij gaat kippen kweken. Hij heeft al zoiets te pond en nu wil hij dus dan bezig zijn bij Magenta Kanaal. En hij moet met andere woorden dus dan vergunning aanvragen. Anders stoppen, dat is duidelijk. Hij zegt van, hij wordt geboycott door de Hindustanen. En in dit geval de minister van OW, dat is minister Noor Mohammed. Ik probeerde hem nog te zeggen van, kijk, het zijn Surinamers. Ik bedoel, als die man een Hindustan is, een Surinamer. Maar hij zegt, hij heeft zijn reden waarom hij dat zegt. Dat heeft hij ook uitgelegd in die vorige video. Maar we zijn bij de minister gekomen om dus dan meer duidelijkheid te krijgen over zulke zaken. Hoe gaat het wanneer het gaat om bouwsels voor kippen bijvoorbeeld, kippenrekken, kippenvertrekken, noem maar op. Hoe zit het en wat is de reactie van de minister hierop? Minister! Dank u wel voor de gelegenheid. Uw spontane reactie op ons verzoek. Hoe gaat het met u? Goed. Ja. En met het ministerie? Ook goed. Ja. De afgelopen tijden heeft u wat moeten incasseren? Ja, omdat het goed gaat. Dus wanneer het goed gaat, incasseert u? Dat is de theorie. Ja. Geloof me, als het goed gaat, gaan alle mensen alles doen om die pilaren af te breken. Zo simpel is dat. En dat ervaart u? En het gaat heel goed. Ik ben heel tevreden, heel trots. Ja. Dat we nu de ruimte krijgen, los van de moeilijke jaren, nu langzaam beter gaat, dat we ook wat meer kunnen doen, wat duurzamer kunnen doen. Vooral ook voor het ministerie, waar we ook veel tekort hadden. Tuurlijk ben ik niet helemaal happy, vanwege de beperkte budgetten, maar ik ben tevreden dat we op heel veel gebieden wat kunnen doen. Ja, maar zijn die dingen zichtbaar? Want de samenleving klaagt dat ze niet zien. Nee, ook zichtbaar. Kijk, bij het ministerie van OW. Ziet u bijvoorbeeld, u gaat het zo niet zien natuurlijk, maar er worden nieuwe computers aangeschaft, nieuwe bureaustoelen, nieuwe kantoren ingericht, lekkere daken die nooit werden aangepakt, zijn aangepakt. Veiligheidsvesten, dat zijn fysieke dingen, je ziet het zo nu, maar dat kan je later gaan zien. De machines die we kopen, voertuigen, dat zijn fysieke dingen. Bijvoorbeeld binnenkort hebben we na 30 jaar een nieuwe telefooncentrale, 30 jaar werkte niets. Het heeft wel 5 jaar geduurd, maar we hebben binnenkort de modernste telefooncentrale geopend worden. Iets dat misschien nooit had gekund, kan wel. Toch? Dus het zijn misschien geen belangrijke dingen, maar voor het ministerie wel belangrijk. Ja, maar voor de samenleving bedoel ik. Oh ja, en dan terug naar de samenleving. Ja. Bij de samenleving. Kijk, infrastructuur, niet alleen Suriname, in de hele wereld. In Suriname is infrastructuur zeker 30 jaar, misschien langer, verwaarloosd. Slecht onderhoud, dat kennen we. We onderhouden niet graag. Dus die infra is enorm achtergegaan. Van wegen, ontwatering, maaien van bermen, staatsgebouwen, verkeersmeubilair. En zo kun je nog meer bedenken. Maar je ziet, daarvoor worden jullie altijd uitgenodigd, fysiek, de werkzaamheden die opgestart zijn. Niemand kan ontkennen dat vandaag ik 50 staatsgebouwen in herstel heb gezet. En die worden 1 voor 1 opgeleverd. Niemand kan ontkennen dat we een duurzaam, let wel, duurzaam rehabilitatieprogramma van wegen hebben ingezet. Ik kan geen 100 wegen doen, maar de 5 die ik kan doen, je weet wat mijn policy is, als ik 5 doe, moeten de 5 ook betaald worden. En dat is wat we doen. Dus ik geef je een voorbeeld, Gemeenlandsweg. Hij wordt straks opgeleverd en hij is helemaal gedaan. Ja, zo stemmen. Verkeersmeubilair. We vervangen de borden waar we kunnen. We zetten beleiding is nieuw. Mm-hmm. U kent de lichtjes ook. De verkeerslichten die jaren niet vervangen werden, worden nu vervangen. Helaas moesten 5 dit jaar gedaan zijn. Ik heb maar 2 gedaan, want de middelen moeten vrijgemaakt worden. Maar die staat bijvoorbeeld Wanikastraat. Prachtig. Echt state of the art. En ontwateringsprogramma ken je zelf. De verschillende ontwaterings,
pompen die we helemaal vervangen met brandnieuwe pompen. Sommige hadden niet. Dat is voor lang termijn. Onvoldoende? Huh? Onvoldoende? Ja, want we moeten nog 50% vervangen. Wow. Dus dat is landelijk. Ja. Nikeri is al vervangen geworden. Coroni wordt voor het eerst op de Zeedijk na zoveel jaar. Alle vier pompen die niet werkten, daarom loopt Coroni ook onder water, vervangen. Saramaca, Criolla heeft ook altijd geklaagd. We hebben aanbesteed, brandnieuw gaat komen. Paramaribo ken je zelf, Drambrasa, Waterkan, sommige zij worden allemaal vernieuwd. Dat is langtermijn beleid. En dan, meneer DTV, heb ik inderdaad gezegd dat het volgende beleid moet zijn, toen we het grotere pakket hebben aangepakt, dan kunnen we naar woonbuurten gaan. Woonbuurten hebben hun klachten op, een gat in de weg. Dit jaar nog? Weg. Dit jaar nog hoop ik dat ik voorbeeld kan geven. Of laat me het anders zeggen. We egaliseren wegen in buurten al. We halen hier en daar wat kanalen op of lossen problemen van mensen op. Dat is honderden. Dat weten de buurtmensen zelf. Het is zoveel, ik zie het niet eens. Ik weet het soms niet eens. Worden dagelijks opgelost. Hun rioleringsprobleem, hun ontwateringsprobleem, etc. Vuilophaal kennen we een beetje. Dat moet ook verder geordend worden. Dus de mensen kennen dat ding. Maar waar veel mensen uit naar kijken is, wanneer kan mijn weg ook geasfalteerd worden op woonniveau. Daar, ik zal misschien dit jaar misschien 1 of 2 buurten als voorbeeld geven, als start zijn, maar het is echt voor het volgende pakket. Want wegen is een heel dure grap. Ja. Dus in het volgende programma zullen woonbuurten aan de orde komen. En in welke periode is het volgende programma? 25-26. En dan hebben we ook voorbereid 26-27. Dus. Okay. Maar u praat over een volgende regeertermijn? Ja, ja, ja. Okay. Ik ga ervan uit dat er precies zo'n minister komt, of beter dan mij. Die gaat continueren. Die het beleid voortzet. Ja, ja, oké. Maar nu naar Slimmy, want dat is ons hoofdonderwerp. Mm-hmm. Dit was gewoon een inleiding. Ja. Slimmy is boos op u. Mm. Kent meneer Samuel Kuik? Ik kan het niet 100% zeggen, maar ik vermoed dat hij ooit hier geweest is, denk ik. Ja, hij is enorm boos op u. Ja. Hij heeft gisteren nog wat video's geplaatst op TikTok. En op Facebook. Mm-hmm. En vandaag hebben wij een uitgebreid gesprek met hem gehad. Waar hij voelt zich geboycott door zijn eigen mensen. Hij zegt, door Hindustanen. Mm-hmm. En hij zegt, ook u als minister is bezig hebt te boycotten. Mm-hmm. Omdat jullie geen enkele productiebedrijven hebben opgezet in 4 jaar tijd. Hij probeert dat te doen. Yeah. En jullie zijn daartegen. Wat is er met Slimmy, wanneer het gaat over het bouwen van een kippenvertrek, bijvoorbeeld. Ja, kijk. Niemand kan ontkennen dat ik, toen ik begin kwam, ik deze 2 flyers voor iedereen heb gestuurd. Okay. Deze flyer is wat mag en wat mag niet. En hierop staat, de burger of bedrijf, let op. Je hebt voor alles een bouwvergunning nodig, dat staat hierop. En deze is gedetailleerder. Deze gaat een beetje vergaander. Deze heb ik met alle soort vragen en klachtennummers gedrukt voor ieder burger. Ik heb 800.000 exemplaren hier beneden op de gang. Binnenkort krijgt elke burger dit. Precies om te voorkomen dat men kan zeggen, dit wist ik niet. Ja. Dus we moeten 1 ding onthouden. Voor elk bouwsel is een bouwvergunning nodig. Ik maak het dagelijks mee. Als je een balkon wil uitbreiden, je wil je kamer vernieuwen, of je wil een raam erbij, of je wil een trap bouwen, of je wil een cabana in een hoek van jouw terrein bouwen, of je wil een kippenhok bouwen op je terrein. En dan ga je zeggen waarom. Ja. We krijgen zoveel klachten vandaag over mensen die last ondervinden ervan. Ik hoop dat je in die positie kan zetten wanneer ik woon en aan de overkant is er plotseling een eetcafé geopend. In een woonbuurt. Mm-hmm. Je leefbaarheid gaat eraan. Je gaat niet meer op je balkon kunnen zitten. Dus daarom hebben we gezegd, verplichte bouwvergunning. Wanneer het gaat om economische activiteiten, dan moet iedereen wel weten dat je een vergunning van de DC nodig hebt via EZ. Een kippenhok is, de bouwvergunning is bij OE. Vooral als het grote dingen is. Omdat wij dan een buurtonderzoek daarvoor zullen doen. Is de buurt eens? Gaat het geen overlast zijn? Gaan mensen geen last hebben van geluid, stank? Dat zijn de meeste klachten die we vandaag horen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar in het geval van een economische actie moet men niet vergeten dat men vergunning ook ophaalt bij de DC. En eigenlijk bepalen zij eerst of het mag, niet OW.
Dus wanneer een woonhuis doet, bepalen wij eerst. Wanneer de economische activiteiten bepalen deze eerst of je in dat gebied iets mag doen. En als je die vergunning hebt, dan mag je je bouwvergunning indienen bij OI. En dat proces heeft Slimmy niet gevolgd waarschijnlijk? Dat ga ik niet weten. Hoe niet? Nou, zeker als de bouwpolitie langs gaat en je kan die vergunning niet over aantonen, dan heb je het proces niet gevolgd. Hij vergelijkt zijn onderneming met een andere onderneming die hij niet lang terug heeft gedaan in Pontbuiten. Zelfde. Daar heeft men hem nooit gestoord. Niemand heeft hem iets gevraagd, geeft hij aan. Nee, als hij geen vergunning heeft, is hij illegaal bezig. Dan is het een gewetensvraagstuk. Wij kunnen niet elk huis controleren. Dus als we langskomen, als de bouwpolitie langskomt en je kan niet aantonen, dan heb je pech. We kunnen niet elk huis in heel Suriname controleren. Ja. Maar daarom heb ik dit vanaf het begin bekendgemaakt. Want ik reis soms ook langs en ik zie soms rare dingen. En dan zeg ik, hier heeft mijn bouwpolitie dat wel gezien. Toch? En deze vraag krijgt binnenkort iedereen huis aan huis. Waardoor niemand me kan komen zeggen, nou, we wisten het niet. Kijk, dat ding van een bouwvergunning heeft te maken met straks als er wat gebeurt, wie is verantwoordelijk? Toch? Dus daarom roep ik alle mensen op, al is het een klein ding, vraag het even. Als het gaat om veiligheid, dan gaan we naar de brandweer voor advies. Toch? Dus het heeft daarmee te maken. Veiligheid en hinder vooral in buurt. Ja, dus als hij is nu bezig. Ja. Heeft hij nog ruimte om die vergunning aan te vragen of moet hij stoppen? Nee, kijk, ik ben niet moeilijk. We doen niet zo moeilijk. Wanneer je aanmaning krijgt, dan moet je aanmelden. En dan gaat hij advies geven. Laat me even praten voor een woonhuis. Ja. Dat is makkelijker. Woonhuis, van dien het alsnog in, zodat we kunnen beoordelen en corrigeren. In de meeste gevallen werken we mee met het ontwerp. Waar het echt niet kan, bijvoorbeeld om verkeersveiligheid. Sommige mensen bouwen helemaal op een hoek, waardoor je niets meer kan zien. Dat gaat niet door de buurt. Nu hebben we hier een economische activiteit. Ja. Daarvoor adviseer ik dat eerst de DC bepaalt of zo'n activiteit in dat gebied mag. De bouw is punt 2. Dus hij zou nu naar de DC moeten gaan? Ja, ja. Eerst een vergunning of zo'n activiteit in zo'n gebied mag. En als dat niet gebeurt? Dan kunnen twee dingen zijn. Het is positief. Dan hoef je in feite voor de bouwvergunning niet zo druk te maken. Je zal dat dan krijgen. We gaan meewerken. Je moet dan ervoor zorgen dat je geen hinder veroorzaakt voor buren, et cetera. Als het negatief is, dan hoef je eigenlijk niet verder te gaan. Maar hij vertikt en je zegt van één. Ik ga niet. Ik ga gewoon door met mijn activiteit. Ik hoef geen vergunning hiervoor te hebben. Nee, dan weet ik niet wat ik moet doen. Dan mag je gewoon doorgaan, zegt u. Nee. Dus dan, wij zijn er als bouwpolitie om voor de buurt te bewaken. Als je door moet gaan, weet ik het niet. Maar er komt een moment dat we wel gaan kunnen stoppen. Ja. Stoppen in welke zin? Ja. Dat de bouw niet verder gaat. Dat de bouw bijvoorbeeld niet verder. Niet dat jullie gaan afbreken of zo? Nee, ik ben geen voorstander van makkelijk afbreken. Je zal zien dat we niet makkelijk afbreken. Ja, is het probleem omdat zo groot? Omdat ik het een beetje verlies vind van materiaal. Ja, het probleem is niet zo groot, zegt u? Nee, kijk, in de meeste gevallen proberen we bij vele mensen mee te werken. Maar dan moeten ze hun stukken wel in orde maken. Het probleem begint wanneer het niet mag. Laten we aannemen dat dat een woonbuurt is. En het is een groot kippencentrum. Ja. Snap je logisch dat niemand in de buurt zal meewerken daaraan. Mm. Dus ik geef een voorbeeld. Ja. Stel je voor, het is een verlaten weiland, dan zal niemand tegen zijn. Ja, eigenlijk zit hij ergens waar je niet zoveel mensen ziet, hoor. Dus hij is eigenlijk in een soort van... Ja, maar het hangt af, is dat een woonbuurt? In een woonbuurt zijn er dingen verboden. Dat is het probleem, mensen weten het niet, maar spelen de deskundigen. Mm-hmm. In woonbuurten zijn alle economische activiteiten verboden. Ik woon ook in een woonbuurt, Je bent een keer geweest. Ja. Economen zijn verboden. Maar toch zie je een keertje, natuurlijk vanwege economische problemen, iemand opent een kleine nagelsalon in een hoekje van de erf. We maken er geen problemen van, maar gelooft u mij, ik krijg vandaag klachten van veel buurten dat ze dit ding niet meer willen hebben. Men wil terug naar de woonbuurt, is woonbuurt, winkelstraat is winkelstraat. Mm-hmm. Dus kijk, ik plaats me altijd in die schoen van de omgeving. Wat als dat ook naast mij zou zijn en dan... heeft OW vergunning gegeven. Zou ik het leuk vinden? Ja. Ik zou het ook niet leuk vinden. Ja, maar laten we kijken naar het politiek aspect.
Want hij gooit het ook in die richting. Hij zegt van, hij wordt gewoon tegengewerkt door de VAP. Nee, daar is geen enkele, dat is nergens voor nodig. Een vergunning is een zakelijk ding bij openbare werken. Punt uit. Niets te maken met de politiek? Nee. Alle vergunningen gaan hier via de one-stop window en niemand bemoeit daarmee. Mm-hmm. Ook ik bemoei er niet mee. Heeft u persoonlijk bemoeid met dat van Samuel Kuik? Nee. Kijk, we krijgen dagelijks honderden vergunningen binnen. Een deel wordt ook aangemaand. Mm-hmm. Dat weet ik uit statistieken. En daarom hebben we die one-stop window, waar zaken gedaan moeten worden. Maar ik heb de mensen in heel Suriname gewaarschuwd. We hebben dagelijks zoveel gevallen van mensen die koppig zijn en toch doen wat ze willen. Ja. Terwijl de regels vanaf dag 1, zeker ik, heb het bijna alle media heel Suriname bekendgemaakt. En wanneer ze confronteren is het te laat. Men probeert altijd in dit land, dat is het probleem. We moeten rekening houden dat er mensen naast wonen, voor ons wonen, achter ons wonen. Daar moeten we rekening mee houden. Ik zeg altijd, denk niet aan onszelf. Ja. Denk aan de omgeving. Maar we denken te veel aan onszelf. Ja. Dus wat dit betreft, zegt u met andere woorden, meneer Slimmy moet gewoon nu naar het ministerie van... Ja, je moet de procedures volgen, dat geldt voor iedereen. Ja. Zelfs de geweldigste gebouwen die hier opgezet, airports die opgezet, volgen dezelfde procedure die we hier hebben. En hij heeft een vergunning nodig. Ja, dat kan ik je sowieso zeggen. Ja. Ja. Nou, duidelijk. Ik denk dat we met dit interview dus dan helderheid hebben gehad in deze zaak. Ja, ja. Maar goed, minister, de afgelopen tijden heeft u wat uitspraken gedaan waarbij mensen zeggen van, wat denkt die man van zichzelf? Wanneer u zegt van, mensen meneer, moeten u koesteren. Weet je, u geeft ook aan dat duivels regeren in het land. Allemaal denk ik, wat denk je van zichzelf? Wat denkt de minister zelf van zichzelf? Meneer DTV, ik ben geen monster. Ik eet niemand op. Ik heb niemand opgegeten sinds ik minister ben. Dus niemand hoeft bang te zijn voor me. Heb je ooit een pleister gezien aan mijn lichaam? Ja. Een schram? Ik ben nooit een AZP beland. Ik ben geen monster. Maar die uitspraken... Dat je vandaag hier zit, ben ik als voorbeeld minister. 10 jaar terug kon het niet. Mm-hmm. Kon niemand hier komen zitten. Vandaag mag iedereen hier komen zitten. De kleine burger, mensen met mij, die komen allemaal hier zitten. In deze kamer. Toch? Maar er zijn mensen die jaloers zijn. Wat moet ik anders zeggen? Mensen die performen, mensen die het goed doen in het land. Er zijn altijd wat tarantula's die je benen kapot gaan maken. Weet je waarom? En dan gaat hij zeggen, ik ben docent op de universiteit geweest. 20 jaar heb ik les gegeven. Als je hard werkt, succes maakt zoals jij, ga je succesvol zijn. Als je nooit wat hebt, als je geen successtory hebt kunnen maken, dan gaan mensen andere paden zoeken. Ja. En weet je wat dat pad is? Uitschelden, beledigen, whatever. Negativiteit heet dat. Negativiteit heet dat. En ik denk dat, daarom zeg ik het. Ik zou het erg vinden als ik mensen niet corrigeer. Yeah. Want ik ben een docent geweest, ik heb een opvoedende karakter. Dus daarom doe ik heel veel wat public relations betreft bij het ministerie van OW. Omdat ik weet, het begint daarbij. Toch? We hebben hier, sinds ik ben aangetreden, bijna 100 plus meer publicaties gemaakt. Speciaal voor iedereen, de burgers. Het is nooit eerder in de geschiedenis gedaan. Dus ik jaf niet, het is realiteit, het is waarheid. We zijn niet gewoon met deze dingen. Maar daarom vindt u dat mensen u moeten koesteren? Nee. Kijk, de boot, je hoeft mij niet te koesteren. Morgen ben ik dood. Of zeg maar, dan ben ik weg als minister. Maar je zei dat ook, mensen, dat mensen, je moet koesteren in het land. Wij moeten het beleid koesteren. Oh, ja. We moeten koesteren mensen die het goed menen met het land. Koesteren mensen die transparantie voorstaan, goed bestuur. Dat profiel moet men koesteren. Okay. Akkoord? Ik ben een voorbeeld. Je hoeft niet helemaal eens te zijn, je hoeft niet van me te houden, maar ik ben een voorbeeld. Dat was in een context van mensen die slecht praten. Dat soort figuren moeten we niet koesteren. Nee. Mensen die de samenleving voor de gek houden, die moeten we niet koesteren. Die moeten zichzelf corrigeren. Maar men vindt dat u de samenleving voor de gek houdt? Ik hou niemand voor de gek en anders moet men aantonen dat ik ze voor de gek hou. Want voor zover ik weet, helpen we iedereen in heel Suriname. Ja. En ik heb niemand voor de gek gehouden. Niemand kan mij een verwijt maken van één ding dat ik ze iets heb gezegd en niet heb gedaan. Ja. En als ik iets zeg dat niet leuk is, is het de realiteit. Het is mijn opvoedende karakter. Wanneer ik zeg ik heb geen begroting, heb ik geen begroting. Ik ga niet liegen. Wanneer ik zeg, dit project kan ik over 2 jaar doen. Ik ben geen showpoliticus. Ik weet waarom ik het zeg. Ik volg de begroting.
Ik ga mensen de realiteit vertellen. Mm-hmm. En realiteit, niemand houdt ervan. Ja. Maar het is mijn verplichting als docent om dat wel te doen. Zo heb ik studenten opgeleid, opgevoed, om in de toekomst te kunnen projecteren, te kunnen berekenen, et cetera. Dat is de achtergrond van mij. Daarom kunnen mensen misschien niet zo makkelijk volgen. Maar ik keek niet naar morgen. Ik keek naar over 15 jaar. Laatste vraag, hoe gaat het met Pan American? Niets meer gehoord, niets meer gehoord. Nee, ik heb laatst de ronde gedaan bij alle verkavelingsprojecten. Ik heb de steekproeven gedaan bij de projecten. Alles ziet er goed uit. Okay. De mensen zijn zeer tevreden. Ik ben zelf gaan kijken, controle bij de verkavelingsprojecten die openbare werken doet. Dus, maar er was gerechtelijk vooronderzoek, toch? Ja, dat onderzoek moet gedaan worden. Deze minister heeft een dossier dat openbaar is voor iedereen. In mijn dossier zou je niet zien fictieve getallen. Of documenten weggehaald. Of rekeningnummers weggehaald. Of pagina 1 ontbreekt. Of leveringen zijn gedaan, maar kloppen niet. Dat zou je in een dossier van deze minister op OW van geen enkel project vinden. Ja. Alles is correct, openbaar. U mag zelf vragen wat u wil. U mag gaan waar u wil. U krijgt wat u wil. Oké, laatste vraag. Ik heb echt laatste vraag. Die mensen van ABOP. Ja? Zijn bezig met woningbouwprojecten. Ja. Men praat over iets van Lelydorperweg. Nou, tenminste, het ministerie van het GBB is bezig. Ja, ja. De bedoeling is dat uw ministerie, openbare ministerie... openbare ministerie? Openbare werken. Openbare werken ervoor zou zorgen dat... Weet je, de president van ontwikkelde democratie ontbossen en al die dingen. Ja. Mensen van ABOP zeggen aan mij in een uitzending dat u niet mee wil werken aan die projecten, want ABOP gaat scoren. Dat zeggen ze ronduit. U als ministerie en u als minister wil niet meewerken aan de projecten, want ABOP gaat scoren. Nee, het is niet correct, het is niet waar. Deze vraag kan je ook aan de minister van GBB stellen. De minister van GBB dient haar voorstellen in en ze heeft het onlangs gedaan. Onlangs? Ja, nu pas? Juist. Wat is onlangs? Een paar maanden terug. Is een voorstel gedaan van dit zijn waar we gronden uitgeven. En we hebben, en ze heeft het budget beschikbaar gesteld. Dus we hebben nu gevraagd welke is high priority. Mm-hmm. En op dit moment maakt men de keuze om 1 of 2 projecten, die het ministerie ook graag wil, te ontwikkelen. Dus de mensen moeten even wachten en geduld hebben. Oh, dus het is wel in, waar openbare werken mee bezig is, is een onafhankelijke lijst van 60 projecten. Ik ben gisteren op het veld gegaan waarbij ik 2 ook heb verzameld die nooit hier geregistreerd waren. Mm-hmm. En het interesseert mij ook niet van welke regering het was. Het was van 30 jaar terug. Maar die mensen willen bouwen, ze kunnen niet. Ik heb gezegd, goed, je gaat op de wachtlijst komen, want we hebben nog 60 projecten. Ja. Wat we niet doen, laat me dat eerlijk zeggen. Wij kunnen niet buiten de comptabele regels dingen schoon doen. Dat gaan we niet doen. Ik ben geen ABOP. Ik ga niet mijn machine zonder een dossier ergens inzetten. Alles gaat hier volgens opdracht, goedkeuring van de directie, met de argumenten, want we moeten dat verantwoorden. Ja. En we helpen iedereen. Elke dag als er vragen komen van mensen, mag een weg gedaan worden, geëgaliseerd worden, helpen we zoveel als mogelijk. Ik wil wel de klachten horen als er inderdaad buurten worden overgeslagen, want we hebben nog wat machines nodig in de toekomst, maar we geven iedereen gelijke kansen, want die klachten krijg ik nogal. Maar woningbouwprojecten openstoten is geen 1 SRD. Ik kan ook niet een poklijn inzetten. Je hebt daarvoor speciale machines nodig. Maar in ieder geval, de minister van GBB heeft ook projecten gestuurd. Ja. De minister kan je helpen. En binnenkort worden die ook gedaan. Een paar hoor, want het budget is beperkt. Ja, ja. Dus dat komt ook aan de beurt. Dankjewel, minister Noor Mohammed. Ja. Die mensen willen zoveel vragen stellen, maar ik moet echt rennen naar de studio voor een ander interview. Ik bedank u voor het willen afstaan. Alsjeblieft. Ja. En zo hebben wij gesproken met minister Noor Mohammed in deze aflevering van De Nieuwe Politiek. Hey, mijn naam is Fado. We gaan nu racen naar de studio. We gaan rijden naar de studio. Niet racen, rijden naar de studio. Waar wij dus dan weer een ander interview hebben. Een hele spannende uitzending straks. Blijf te kijken naar DTV, waar televisie kijken anders is. Ik ben Gerald Mieden namens Roberto Ormskerk. Tot later.